Wij hebben dus met GEC, Gender Action Group, maakten wij ook politieke documenten. Wij zijn ook gaan spreken in de commissie van de... van, waar zijn we, de Kamer of Senaat? Ja, ik weet het niet meer. In de commissie die dus de hoezitting die er was om de eerste transgenderwet erdoor te krijgen en zo. Dus werden wij als activisten ook uitgenodigd om daar, en daar heb ik zelf gesproken, dus er zat de professor van Leuven, Giet de Kuiper, en zat daar en ik zat daar. Dus dat hadden wel wat impact. En daar was... En ik denk dat de federatie daaruit zeer veel geleerd heeft. Mm-hmm. En dan, ja, bon, dan heeft de federatie in de loop van de tijd ook... er werden dan ook transgendergroepen die lid werden van... lokale groepen die lid werden van Savaria en zo. En dan heb je personen zoals Fran, die dan voor Savaria gewerkt heeft. Ja, ik zeg soms nog federatie, maar ja, we weten erover wat het gaat. Hè? Ja, en die dan een volledige andere kijk, bredere kijk, meer filosofieën bracht en zo. En beetje bij beetje heeft dat die kennis verruimt, ook de wil van medewerkers van Savaria om er meer over te weten, is er ook gekomen.